Yes, YouTubers, welkom bij weer een nieuwe KWO-productie. Nou, de afgelopen maanden hebben jullie met regelmaat verwend op YouTube met een gedeelte van een KWO-film of bijvoorbeeld een hele aflevering van Cashen Diaries. Nou, dat zijn allemaal video's die we op de KWO-community hebben gezet. Het platform voor de karpenvisser anno 2019 en de komende jaren uiteraard. Nou, een van onze beste videomakers is Mike Tillen, een Amsterdammer, een grote mond, maar wel eentje met heel veel passie en heel veel avontuurdrang. Door de jaren heen heeft hij 9 video's gemaakt in de videoserie On The Move. En die staan dus nu voor jullie klaar op de community. Maar voor onze YouTube vrienden hebben we het allereerste deel van deze videoserie nu voor jullie gereed staan. Dus jongens, waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar Mike en zijn maat Rick, die al heel vroeg in het jaar naar Frankrijk trekken. En wat ze allemaal meemaken, wat ze allemaal gaan beleven, dan gaan jullie nu naar kijken. En onthoud het, wil je de andere video's zien, klik dan in de link om de omschrijving om lid te worden jongens. Dus geniet nu van Mike Tillen, On The Move, aflevering 1. En ik zie jullie snel hopelijk op de community. Bootje top. Dus morgen gaan we toch nog die markers iets verder uit elkaar. Even kijken wat er vannacht gebeurt. Als ik wel eens los gehad, dan is het anders. Maar als dat niet het geval is, dan zou ik ze morgen eventjes een beetje op 5 vandaag plaatsen. Het is waanzinnige vis hier ook. Mooie kleur. Ik hoop dat we een beetje warm weer gaan krijgen en dat het weer omslaat. Het is eigenlijk niet wat we hadden gehoopt. Het is helemaal niet verspeeld. We liggen daar ongeveer te vissen. Het is de enige ondiepe kant die we hadden. En hier is het overal diep. En dat je daar ook nog een patat. Ah ja. Jawel. Zo. Dat is klaar. Goedemorgen jongens, onderweg naar Frankrijk. Eerste trip van het jaar 2018. Ik heb hartstikke veel zin in. Alles schuift in die bocht altijd. De andere kant van de auto. Warm gekut. Het komt omdat mijn auto nog niet helemaal vol is. Want ik moet even mijn vismaatje in IJsselstein ophalen. Ik ga dit keer niet alleen doen. Ik was wel van plan dit jaar de verkenningstrip die ik nu in maart had gepland alleen te gaan doen. Alleen hij zegt, joh, ik heb ook wel zin. En ik sta ook wel in de planning om die kant op te gaan. Dus ik dacht, nou weet je, dan combineren we. Is sowieso gezellig. En hij is ook wel wat bekender in het gebied als ikzelf. Dus dat is gewoon super. Dus hoop op beter weer jongens. Dat is het belangrijke deze week. Ik hoop gewoon dat het meevalt. Dat we wat lager drukgebied eroverheen trekt. Met zijn zuidwestenwindje. Dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Vierde die George. Dus eigenlijk een beetje het belangrijkste deze week, het weer. Weet je, als we nou daar echt gaan zitten en het is min 8 of min 7, wat het van de week is geweest, is gewoon kut. Dus we gaan gewoon crossen. Het is 4 uur 's ochtends. Ik heb er zin in. Ik neem jullie mee. Halverwege de trip zal ik weer een beetje bij jullie komen. Ik ga eerst even kilometers in de auto zitten. En voordat ik ga doen, eerst even die auto vol gooien, want hij is niet helemaal vol. Ik denk niet dat jullie dat kunnen zien. Maar ik hoop dat Rick een beetje bepakt is. Compact bepakt, hoop ik eigenlijk eerder. Dus gooi ik de auto vol. Halen we een kop koffie. En dan gaan we cruisen jongens. Cruisen in maart. Relaxed om zo het jaar te beginnen in maart al hartstikke vroeg. En er is eigenlijk geen betere manier denk ik om je visseizoen zo vroeg te beginnen. Om naar Frankrijk te gaan. Dus ja. Ik ga er een eind aan maken aan dit lange, lange verhaal. En geniet van de video jongens. Want ik hoop dat die echt doof gaat worden. De eerste 4 uur zitten erop jongens. Even pitstopje gemaakt. Maar het weer is hier niet heel erg motiverend, kan ik jullie vertellen. Witte wereld. Het is 7:30, dus op zich wel prima op schema. Maar het is hier koud. Hopen dat het daar beter is. Maar voorlopig merken we nog aan alle kanten dat het gewoon nog echt heel vroeg in het jaar is. Dus ik hoop dat we een beetje warm weer gaan krijgen en dat het weer omslaat. Eigenlijk niet wat we hadden gehoopt. Het was helemaal niet verspeeld. God, kaart, om de tunnel man. Uit. Witte wereld. Ik
kan beter gewoon 3 weken wachten. Oh mijn god. We gaan weer verder. Veeg hem schoon. Kent hem. Nee, niet mijn kenteken, niet mijn kenteken. Beter 2 maanden kunnen wachten. Nee joh, we gaan gewoon hakken. Komt mezelf goed. Even een weekje wachten nog. We rijden gewoon wat verder en dan wordt het ook wat warmer. We rijden net zo lang door tot we zon tegenkomen. Het is een dure bezigheid. Nog 30 minuutjes jongens. Oh, heerlijk weer. Zo zie je maar wat 700 kilometer verschil doet. Stond toen straks nog in de sneeuw. Vet koud. En hier een prachtig zonnetje. Wel, het is nu een graad of 10. Dus het zal nog even wat stijgen van de week. Maar de eerste watertjes die we gaan doen zijn allemaal ondiep. Dus op zich komt het zonnetje ook wel weer als een godsgeschenk. Heerlijk in ieder geval weer terug te zijn in Frankrijk. Kleur water ligt het niet. Hè? Zeg aan de kleur water ligt het niet. Ja, het is prachtig. Ja, het is prachtig man. Het is heel druk. Ja, dit is een hoop vissers. We staan weer op zo'n schitterend blauw putje. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar hoeveel vis is Rick? 8? Ik kan ze bijna niet tellen. Een stuk of 8, 9? Nou, een beetje veel. Ja. Dus, en 2 slagbomen, dus we moeten dan weer een aparte vergunning halen om hier te vissen. En die slagboom te openen. Daar staat er allemaal niet bij, jongens. Dus we hebben even een nieuw plan bedacht. Dus we gaan weer verder rijden. Hoe mooi het hier ook is. Er ligt nog een... Hetzelfde blauw putje verderop. Daar ben ik al eens eerder geweest. Dan gaan we daar maar eens even kijken of we daar in ieder geval de eerste nacht kunnen zitten. Want het is eigenlijk alleen even om de reis te breken. Maar we hadden wel gehoord dat hier goede vissen zaten. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar... Toppetje hoor dit. Daar zit er ook eentje. Ja. Ja, het lijkt wel of ze hier een enduro aan het vissen zijn, joh. Maar goed, we hebben in ieder geval even gekeken. De auto staat ook wel erg ver van het water, voor ons dan, want wij hebben geen sleutel. En er lag overal wel glas op de grond. Dus, nee, gaan we door. Het gaat nooit in één keer goed. Komt allemaal goed. Uiteindelijk komt het allemaal wel goed, ja. Dus we gaan weer even crossen. Het is een half uurtje terug omhoog. Dan pakken we daar een nachtje en vervolgens weer een paar uur naar beneden. Maar het weer, jongens. Eerlijk waar. Het wordt alleen maar beter en beter. Ja, die 700 kilometer die we nu gereden hebben, we beginnen vanuit sneeuw. We hebben echt 1 uur of 4 in de sneeuw gereden. En vervolgens lopen we hier in ons vestje. En hoe zuidelijker we gaan, hoe warmer het wordt natuurlijk. Dus uiteindelijk eindig ik in mijn zwembroek deze week. Nou, ik zie jullie later. Oké, we zijn nu op Bora Bora. Het watertje waar we de laatste video geëindigd zijn. Dit was eigenlijk onze laatste optie in deze regio, maar het is, zoals jullie zien, mega druk. We hebben wel een lekker barbecue aan. Maar ja, we zien hier echt niet zitten. Oostenwind eroverheen. En een graad of 6. Dus ik denk dat we nog zuidelijker gaan, maat. Gewoon doorrijden, doorgaan. We gaan gewoon nog meer naar beneden. Dit heeft geen zin, joh. Nee. Als je
ziet ook hoe druk het hier is boven. Even zwaaien, jongens. Hallo, bonjour. Bonjour. Ik heb een boot dat de hele motor zit hier. Ben benieuwd. Is het goed? Dit, hè? Dit is zo'n geldklopperij. Nee, hoor. Goed, hè? Lekker doorknallen. Huh? Blijf hoefje dit. Lekker een beetje zo, Mike. Deze plan de campagne, wat gaan we doen? We gaan nu even rusten. En dan morgen gaan we proberen een paar visjes te vangen. Denk het wel, hè? Ja, toch? Jawel. We hebben lang genoeg voor gereden. Water moet ik hebben, hoor. In een kofferbak. Ah, hier. En even die dropjes poetsen, hè? Wil je water? Ja, kom maar. Ja, het is wel een beetje fris. Ja, maar. Iets met sneeuw en zo. Ga je die mensen nog wel trusten, of niet? Ja, wel trusten, jongens. Wel trusten, jongens. Tot morgen. Joe. Morgen, jongens. We zijn hier dan eindelijk aangekomen. Gisteren bijna 15 uur gereden. En vier wateren bekeken, uiteindelijk, ja, het lag ons niet helemaal. Het was eigenlijk net even te druk. Veel vissers, maar de wateren zagen er echt ziek uit. Dus op zich, misschien iets voor in de toekomst, dat als we iets eerder in het jaar gaan. Maar nu was het gewoon nog even, even te laat voor mijn gevoel. Dus we zijn nu helemaal naar het zuiden gereden. Tenminste, helemaal naar het zuiden. We zijn een stuk zuidelijker gereden, je ziet het. Het is 7:30 ochtends. En gewoon al een graad of 10, 11. Ik sta hier in mijn vestje. Het is halverwege maart. Fucking chill, jongens. Relaxed. We gaan hopelijk de eerste 48 uur hier vissen. Het is een watertje waar ik al een paar keer gevist heb. Ook goede resultaten heb gehad. En noem het ons thuiswater, zeg maar, voor deze week. En vanuit hier gaan we andere stekken en andere wateren bevissen en bekijken. Mocht het hier niet lopen, gaan we nog wat meer zakken. Er gaat van alles gebeuren deze week. Eigenlijk is het... Zoals gewoonlijk weer een heel groot avontuur. We hebben hier vannacht geslapen naast de auto. En ja, toch wel een uurtje of 10 kunnen slapen. En dat is wel relaxed. Weet je, dat is de enige tip die jullie meegeeft. Ga niet meteen snel vissen. Je vangt er echt niks meer door. Pak even je rust. En zorg gewoon dat je de eerste dag die je eigenlijk wilde gaan vissen ook gewoon scherp bent. En een beetje met uitgeslapen. Dat je die boodschappen hebt, dat je meteen erop kan gaan. En als ik vannacht hier ook mijn hengels was aan het uitgooien en had ik twee vissen misschien gevangen, was ik helemaal verrot geweest. Want het breekt gewoon, 14, 15 rijden, dat maakt gewoon een zombie van je. Dus goed, genoeg geluld. We gaan de stek gaan we zo meteen opzoeken. Rick is even aan het kijken of we daar dichtbij kunnen komen met de auto. En ja, hengeltjes gaan we dan optuigen. En dan gaan we gewoon maar eens even kijken of we wat stekken gaan zoeken. Want ik heb wel zin om mijn lijntjes even nat te maken, jongens. En? Ja? Ik ken het allemaal neerzetten. Groen licht? Ja. Relaxed. Gaan dat het beter is. Gaan we alles weer in die auto gooien. Ja, weet je, voor de verandering. Oh mijn god. Wat maakt het uit? Nou, beter als hier van die boom. Ja, dat is waar. Toch? Maar ja, dat moet allemaal... Daar weer in. Daar weer in. En op zich... valt de ruimte... wel mee, jongens. Geen straf om hier te zijn, hoor. Prachtig gebied. Ik ga zo even met de trolley lopen waar we net even hier omheen. Dit gedeelte is, ja, er staat een metertje water. Schitterend. Ik heb wel vaker hier op dit soort stekjes gevist. In het voorjaar, met een metertje water, 100% vis. Altijd goed. En het is hier al een tijdje droog, zoals je ziet. Helder, blauw. Och, we gaan. Ga je met de trolley hier omhoog en dan
Daar naartoe. Nou, dit wordt het, jongens. Nou jongens, het windjas hier is aan. Er is een fris windje over het water gekomen. Die is nu nog 3. Die wordt 5 en morgen wordt hij zelfs 6. Dus we hebben gelukkig de boeien, de markers die we hebben uitgevaren, verzwaard. Er zit nu ruim 200 gram lood aan. Dan blijven we hier in ieder geval liggen. Kunnen we morgen gewoon nog secuur onze voerstekken terugvinden. En voorlopig hebben we 2 vissen zien springen op het wijd. En ja. Het is lastig om een beetje de vis, helemaal als er zo'n wind overheen gaat, te lokaliseren. We moeten even afwachten wat het morgen gaat doen. Er komt een oostwindje, dus dat is niet echt de beste wind. Maar het water is vandaag wel flink opgewarmd. Ik heb in de hoek waar het bos onder gelopen is ook nog 1,5 kilo gevoerd. Dat lijkt veel, maar het is bijna niks als je ziet hoe groot die vissen hier kunnen worden in Frankrijk. En hoeveel ze wegvreten. Ik zal wel... Het voer laten liggen voor 2 dagen en daarna ga ik er pas op vissen. En als het hier begint te lopen, zal ik daar gaan bijvoeren en dan doe ik misschien later op de week dan nog die stek even bevissen. Het staat sowieso op de planning dat we over 1,5 dag, nadat we hier wel een goede indicatie hebben hoe het gaat lopen, naar een andere put gaan. Die ligt op een uurtje rijden en dan kijken we wat we daar gaan doen. Zoals ik al zei, deze trip is een beetje voor mij als huiswerk over... Zeer korte tijd zal ik hier terugkomen voor een wat langere periode. En heb ik wat meerdere water al wat info over. En dan weet ik ook precies hoe ik dat moet gaan aanpakken. En hoe ik dat wil gaan aanpakken. Want eigenlijk weet je nog niks na 2 dagen. Rick heeft mij verteld dat dit vooral een avond- en een nachtwater is. Maar hij is nog nooit in het voorjaar geweest. En dat kan wel echt een verschil zijn. Dus ik ben blij, we hebben enkele... spotjes rondom aangevoerd, dus die kunnen we nog gaan bevissen. We hebben altijd een backupje. En met 2 jumpers in een paar uur tijd vind ik het al lang. Ik ben blij, er zit in ieder geval vis in de sector. En dan moeten ze nog gaan eten. Dat gaan wij wel zo meteen doen. Eerste Franse avond, eerste Franse maaltijd. Even calorietjes naar binnen beuken. En dan genieten, jongens. Het belooft een koud nachtje te worden met die oostenwind. Beetje klein gretel, Mike. Lekker achter die berg uit de wind. Gaan we heerlijk tukken. Daar ben ik wel weer aan toe. Ziet er lekker uit, of niet? Ja. Het is voor het eerst, jongens, dat ik gekochte aardappel heb. Nou, dat is wel echt lekker. Ja? Ja. Dus ik heb het goed gemaakt voor je. Ja, ik kan echt waanzinnig koken. Maar nu gaan we... Ja, jij hebt al die water gezien. Ja. Nu zijn we echt op vis. Nu zijn we echt aan vissen. En lekker het eten, jongen. Dit is goed spul. Bon appetit, jongen. Ja, dankjewel. Bellissimo. Soms. Die gaat de schuine hoek in daar. Wel, hè? Ja. Ja, toch. Daar, hoor, ergens. Wat? Toch weer een jumpertje. Ja. Dus we gaan de hengels weer even verplaatsen. Positioneren. Zo. Wel een stuk lekkerder zo dan in die wind, Mike. Prima bootje, toch? Bootje top.
Dus morgen gaan we toch nog die markers iets verder uit elkaar? Even kijken wat er vannacht gebeurt. Als ik het losgaat, dan is het anders. Maar als dat niet het geval is, dan zou ik ze morgen eventjes een metertje 50 naar achter plaatsen nog. Nou, en wat waaier, hè? De twee buitenste iets meer naar de zijkanten toe. Kijk, we hebben nu al heel wat dieptes gepakt, maar dan kun je nog een net even midden. Wat een koud nachtje, jongens. Bah. Ik weet niet of het goed is. Hoop op het beste, want er zit gewoon 14, 15 graden soms tussen. 'S Ochtends en in de middag. En 's avonds klapt hij weer. Gewoon weer 14 graden naar beneden. Is het koud, jongen, vannacht? Ja. Is het een koud nachtje beloofd te worden? Ja. Goed zo, of niet? Ik ja, kom met de tekst boven. Ja. Dat is goed. Anders komen we op het nieuws. Dat is wel leuk. Ja. Dat is anders dan een gijzeling, hè? Yo, baas. Wat ik deze trip ga doen, en wat ik de vorige jaren eigenlijk nooit heb gedaan, is de beelden nu sorteren al op de laptop die we maken. Tenminste, die we maken. In de make. In de make. Alles in de mappen zetten, dat werkt veel makkelijker. Over 2-3 dagen begin ik al met editen. Want ik zit gewoon dit jaar kort in mijn tijd. Ik heb best wel veel trips die ik gepland heb. Want zodra ik terugkom, 3 weken later, vertrek ik alweer voor 2 weken naar Frankrijk. En daar komt ook een... Uiteindelijk wil ik daar 2 video's ook van maken. Dus ik wil dan deze video af hebben. Dus om het zelf een beetje makkelijk te maken, kan ik best wel veel voorwerken en mijn huiswerk gaan doen. Dus het werkt gewoon voor mij 10 keer makkelijker natuurlijk. Ik denk dat het wel goed gaat komen. We missen alleen nog een vis, maar je gaat vannacht komen, maat. Ja, anders morgen. Of overmorgen. Ja, of anders morgen of overmorgen. Of de dag erna. De eerste 3 dagen van de trip is altijd lastig. Investeren. Ja, en we zitten natuurlijk nu ook met waardeloze omstandigheden. Ja, maar het wordt kijk, beter. Het ziet er allemaal chill uit, maar we zitten in een soort van kommetje met een kampvuurtje. En ja, dat is gewoon nodig, jongens. Het is gewoon best wel fris. Dus hopen op een kanteling in het weer en dat die vis gewoon gaat vreten. Kijk uit. Dat je niet op je bek gaat. Dat is allemaal genoeg verhaalbaar. Oude spokkelaar, hè? Wat gebeurt er allemaal, Rick? Hij hangt niet. Hoe dan? Ja, hij moet niks. Ah, jongens, het is niet best. 1 run vannacht en die hing niet. De vis was er al af. Ziek balen natuurlijk. Zit je zo lang te wachten op een run, gaat hij. En dan hangt hij gewoon niet. Dus we moeten nog wel even wat gaan doen. Misschien aan de andere kant van het water. Of misschien gewoon naar een andere plas. Moeten even kijken. We gaan eerst even een kop koffie drinken. Er even rustig over nadenken. En dan... Is niet best, jongens. Is niet best. Zo! Dat is paard. Nou, dat ziet er niet best uit. Nee, die is appelmoes. Die is Feed the George. Je kan het wel zien, een puntje. Kijk. Op naar water 2. En dit belooft wel een spectaculair water te worden als ik het zo hoor van Ricky Boy. Je bent er 1 keer langs geweest? Ja, ik ben er 2 keer geweest. 1 keer om te voeren en 1 keer om te vissen. De indruk is wel dat er een hoop kleine vis op zit. Maar het is, qua uiterlijk is het wel een heel mooi watertje. Kleine vis?
Ja, dat denk ik. Nee, er zit ook grote vis op. Die ga ik vannacht vangen. Wat hopen. Nou, we staan nog nul, jongens. Wel een hoop witvis. Alleen sinds vandaag eigenlijk merk je gewoon dat er een beter temperatuurtje aan zit te komen. Dus het is nu zondag. En ik verwacht op maandag en dinsdag en woensdag en donderdag niet zo heel veel druk. Ja, drukte niet. Dus als we moeten verkassen nu van het ene watertje, moeten we het eigenlijk nu doen. En als het niks is, dan gaan we gewoon over 2 dagen weer terug. En, of gaan naar een ander water, we zien het wel. Je weet het maar nooit, hè, met ons. Het is 1 groot vraagteken wat we gaan doen, eigenlijk. We zien het wel. We gaan sowieso wel een vis vangen. Oh ja, deze Italiaan heeft ik, want dit schiet helemaal niet op. Nee! Yeah. Jongen. Dus we zien jullie. Water 2 hebben we net even gekeken en het was er rustig, maar op 10 minuten afstand ligt het derde water wat we deze trip willen aandoen en we dachten, nou, we zitten nu nog, voordat we alles hebben uitgepakt, knallen we gewoon nog even die kant op. Als het rustig is, gaan we even kijken wat we gaan doen. Het is nog steeds, we weten nog steeds niet zeker wat we gaan doen. Ja, maar het heeft ook mee te maken dat we niet mogen nachtvissen. Hier mag je niet nachten, ja. Er zijn overal bordjes interdiet, dus... En met die gardenpesje hier hebben we ook ruzie. Dus we gaan denk ik sowieso een van die twee waar we niet gaan vissen gaan we sowieso aanvoeren. Want de afstand die ertussen ligt is gewoon relaxed. Maar we moeten even kijken welke we gaan doen. We weten dat we op deze mogen nachten. Ja. Hier mogen in het weekend nachten. Dus we gaan deze gewoon, als hij eigenlijk leeg is. Ja, weet je, we weten het nog niet. Dat zien we zo wel weer. We weten het echt nog niet. Dus we zien het wel, sowieso. Het is ook al, creëert een beetje rust in je hoofd, hè, Mike, als je het allemaal gezien hebt. Ja, die auto in- en uitpakken, dat is echt het grootste eikelpunt. Wat ik heb er zo'n hekel aan, man. Oh, hè. Hoort erbij. Ja, het hoort erbij, maar het is echt met deze visserij die wij doen. Oh, mijn god. Ik vind het thuis wel kut als ik hem ga inpakken. Maar, we laten hem even zien, zo het putje. En dan vertellen we wel waarom we wat gaan doen, denk ik. Hè? Ja, goed plan. Ik denk dat we dat pas weten als we daar zijn. Ik denk dat het druk is. We zien het wel. Hoi, het is zo. Yes! Oh mijn god! Put, maar wel mooi plekken hier ook. Ja, dat is wel een mooi stukje zo. Mooi eilandje. Lijkt wel Zweden. Ja. Ook zo'n mooi watertje. We gaan even kijken. Toch? Yep. Doei. Yo. Ziet er wel schitterend uit. Ja, het is een mooi. We gaan hier niet zitten. Nee, wat hebben we? 10 man om ons heen, denk ik. Ja, een beetje veel, hè? Het is echt te druk. Misschien morgen of overmorgen, door de week. Dus we gaan weer terug, jongens. Het is niet anders. Redelijk teleurgesteld. Nee, geintje. Nee, maar dit gaan we gewoon niet doen. Het ziet er wel prachtig uit en er zitten een paar goede vissen op. Hij verspeelde er net één. Prutsen. Prutsen, ja. Maar 6-7 busjes en gewoon nog wat mensen die zitten zonder auto. Weet ik veel hoe hun daar komen met al hun zooi. Nee, dat gaan we niet doen, maat. Nee, we gaan naar het andere plekje. Dus we gaan weer retour. Door. Daar op wil je liggen. Ja, daar ligt hij ook. Daar ligt hij ook. Prachtig putje hoor. Toen ik mijn vierde hengel aan het uitvaren was, meteen gardepers erbij. Je gelooft het niet. Gelukkig een waarschuwing gehad. Ik denk dat die jongen die aan de overkant zat
een local was en waarschijnlijk gebeld had. Dus 40 minuten op dit water heb ik nu al gecontroleerd. Het is onvoorstelbaar. Dus die andere put hebben we toch maar niet gedaan. Er waren gewoon 10 man aan het vissen. Dus we hebben hier wat voer op gegooid. We hebben gelukkig 4 hengels kunnen uitvaren nog met de boot. En die andere die hebben we gegooid. Een beetje aan de zijkant. Het is een riet helemaal omringde put. Het is best een mooi plasje. En wat ik te horen heb gekregen is dat er goede vis op zit. Dus we gaan het even 6, 7 uur proberen. Is het niks, rijden we nog waarschijnlijk een stukje zuidelijker. En er zit nog een heel mooi putje. Die ik ook eigenlijk nog meteen even wil bekijken. En het lijkt misschien veel, want we doen heel veel water aan. Maar ik doe vooral mijn huiswerk op dit moment voor de volgende trips. Ik ga dan wat langer en dan weet ik precies waar ik wel en niet moet zijn. Dan kan ik echt volledig de tijd benutten op de goede wateren. En dan hoef ik bijvoorbeeld niet naar het putje waar ik toen net was geweest met 10 bussen. Daar zou ik niet zo gauw heen gaan. Dan krijg ik echt een heel ander gevoel bij dan zo'n watertje als dit. Hier zit een visser aan de overkant. En die is weggegaan nadat hij gebeld had. En het zijn echt fraaien hier. Met al die regeltjes op al die andere putten. Elk watertje heeft zijn eigen reglementen en vaak nog zijn eigen beheerder ook. Wat zeg je, schat? Nee, we hebben nog geen vis gevangen. Dat kunnen wij niet meer. We kunnen alleen maar rondreizen. Wij vangen geen vissen. Ja. Nee, we gaan nog wel vissen vangen, lieverd. Sofietje, papa gaat even eten. Mooi, hè? Ja. Volgende missie. Volgende missie. Uurtje rijden. Ja, ja. We doen er nog niet genoeg. Ja, uurtje. 55 minuten. Dit blauw watertje, toch? Nee, maar wel, wel heel mooi. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou, mag ik kijken? Gaan we gaan rijden. Ja, ik ben jou nog even voor, filmen. Voor het donker gaan we niet halen. Wacht even, stap ik in, toch? Huh? Mag ik mee? Jij mag mee. Oké, okay, cool. Ik doe het zo. Hoe snap jij? 2,60 euro. Voor 3 minuten tol. Mooie motherfuckers zijn het. Alleen maar alles rond terecht, zeg ik dan. Nee, slechter. Alleen maar als ze denken, een paar lijken, een paar zombies op de weg lopen. Het is wel in een gat, hè. Oh mijn god. Maar wel, hij weet hier een mooi water. Ik heb nog wel een mooi putje. Ja, een mooi putje. Ah, het is wel adembenemend, geloof mij nou maar. Ja, dit ziet er hartstikke mooi donker. Ik zag, het ziet er prachtig uit. Prachtig omgeving, maar. Even kijken. Nou, bochtje om naar rechts. Eerste blik, eerste blik, eerste blik. Vind je van de stek, maat? Niks aan gelogen, hè? Vet, hè? Ja, echt heel benieuwd. Ja. Kom pas voor de enkeltjes. Ja, dat krijgen. Wel. We hebben even de eerste 3 stokjes uitgevaren. En we staan zo'n, ik weet niet of jullie kunnen zien. Klein dalletje. Klein dalletje, een metertje of 15 naar beneden. Ja. Morgen, jullie weten niet wat jullie gaan zien. Wat een brute put. Ja, dat is heel mooi. En het bestand, weten we eigenlijk niet eens. Nee, dat is het leuke ervan. Dat is juist het leuke ervan. Beetje ontdekken jongens. Beetje hier, beetje daar, beetje zoeken. En uiteindelijk komt er vanzelf een visie op de kant. Of niet. Of niet. We hebben alles op de diepte meten, dus ja, ik zeg bada bim bada boom. Ja, we gaan even volgende doen. We hebben er nog een paar te gaan. De auto staat lekker dichtbij ons, dus ja, zomaar relaxed. Morgen. Goedemorgen. Het is prachtig. Mag ik omspoelen. Ik heb hem erop gezet. Als die regen tegen gewoon buiten spelen, dan is het. Dat is prima. We liggen daar ongeveer te vissen. Het is de enige ondiepe kant die we hadden. En hier is het overal diep, 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 diep. En heb je daar ook nog een plateauotje van een metertje of 4. Ja, we hebben de hele nacht aanzoek gelegen. Het begin wel wat springen, schat, maar ja, het is kraken, kraken helder.
De koopap. Zo, netjes. Lekker bakje koffie. Met pijn in ons hart gaan we dit water weer verlaten, Rick. Jazeker. Het is, jongens, het leven van een karpersvisser is best wel zwaar. Het is een waanzinnig water met hoogstwaarschijnlijk ook waanzinnige vissen. We gaan het nog even wat verder uitzoeken. Want Rick, die weet het nog niet, maar die gaat zo meteen daar bovenop klimmen. Ja. En dan gaat hij even kijken of hij wat ziet. Want met dit warme weer verwacht ik wel dat de vis wat hoger gaat liggen. Maar het is wel moeilijk, jongens, op zulke watertjes afscheid ervan gaan nemen. Maar ja, we moeten door, we moeten vissen vangen. En we moeten nog meer water gaan bekijken. Dus ja, het is niet anders. Maar dit is wel eentje die ik zeker nog een keertje deze, niet deze, de volgende trip ga aandoen. Dan heb ik even wat meer de tijd. En al zal je niks vangen, jongens, het is gewoon schitterend om aan te zitten, hè. Dus we gaan weer door, we gaan de auto weer inpakken. Al die meuk, al die stretches, wat een gekut elke keer. Maar het hoort erbij. Rick is al bezig, ik ga hem even helpen, want anders krijg ik dat weer te horen. En we zien jullie op het volgende water. Zo, alle hengeltjes liggen op deze na, die ik hier naast me heb. Dat is een vismeelbol. Die gaat als laatste even nog op scherp en dan ligt alles. En dan denk ik dat we vannacht gewoon even een paar mooie vissen gaan vangen. Het weer is goed, het is een beetje drukkend, maar niet echt heel koud of zo. Wel verkeerde wind, zuid, zuidoost, dus dat is wel minder. Nou goed, we gaan vannacht gewoon vangen. Ik ga het jullie laten zien. Eerst die hengel op zijn plek leggen en dan even eten, jongens. Ik heb honger. Prachtig, hè? Uiteindelijk komt het. Goed, hè? Altijd. Maar we hebben nog een. Nee, dat is waar, maar de eerste zin, dat is wel lekker. Dat is wel lekker trom, hè? Ja, dat is goed. Ja, baby. Oh, dat zit wel een rug op, hoor. Zeker. Deze? Ja. Ja. Er zit toch wel een spekje op. Mooi, hè? Boom. Echt wel. Dat er niet? Ja, 100%. Een plaatje. Ja, ik denk dat dit een zieke vis is. We moeten hem alleen nog even wegen. Ja. Maar... Hij is een lekkere start zo, hè? Hij telt, hè? Jezus, wat hebben we ervoor gereden, man? Onvoorstelbaar. Oh, man. Hij zei blij het mee. Het komt goed, het komt goed. Ja. Het en uit nog... het niets, hè? Wat een streep, jongen. Onvoorstelbaar. Maar jongens, het komt altijd goed. Je ziet het maar weer, hè? Beauty, hè? Beauty. We gaan hem even een kusje geven. Release the beast. Een goede start, lijkt me zo. Ja. Eerste vis is een feit, hè? Gaat uiteindelijk... Dat gaat er lekker zo, hè? Diepte in. Ah, op naar de volgende, jongen, nou ben je aan de beurt. Goeie vis. Ja, die is volgens mij ook zoet. Oh nee, allemaal tijgen. Allemaal tijgertjes heb je gegeten. Eerste bak van het water is een feit. Voor mij. Rick had gisteren al een schitterende vis.
En deze mocht ik landen. Vol op de tijgenoten. Een hele mooie vis, licht van kleur. De vissen zijn hier sterk. En die zuid, het was het een zuidoostenwind die gisteren overheen beukte. Die gaf zoveel zuurstof. Echt sport. Dus waanzinnige vis hier. Oh. Mooie kleur. Hij is nog een beetje druk. Mooi, hè? Mooie kleuren. Echt gaaf hoor, jongens. Prachtige vis. Zo halverwege maart. Mooi, Mike. Echt wel. Hij gaat lekker terug. Goed bezig houden. Ja, zet hem maar terug. Yes. Om vlees, hè? Mooi, hè? Laat hem maar lekker zwemmen. Bye bye. Zeventjes, petje op. Lekker gedoucht. We hebben de boodschapjes gedaan. We gaan vanavond weer echt zebon eten. De stek is nog steeds hetzelfde. Ja. Jongens, vier dingen die ik eigenlijk nooit vergeet tijdens mijn trips. Die ik eigenlijk best wel belangrijk vind. En mensen vergeten dit soort dingetjes best wel snel. Het heeft eigenlijk vrij weinig met vissen te maken. Maar het maakt het leven wel een stuk makkelijker als je wekenlang aan de waterkant vertoeft. Ik ben meerdere malen per jaar in Frankrijk en ik heb mijn lesjes op een gegeven moment wel geleerd. Dus wat ik altijd meeneem, sowieso een rubberen hamer. Voor je haringen, voor je bangsticks. In dit soort ondergronden is het gewoon knetterhard, zoals ook in de Alpen. Het is een en al stenen, dus het wordt een hele buiten een rotbottom is het een heel gedoe om dan überhaupt iets de grond in te krijgen. Een Polaroid bril. Super handig als je de vis snel wil lokaliseren. Dit blauwe water, als je met de boot erop gaat, je ziet bijna niks. De reflectie van de zon is best wel intens. Dus wil je snel op de vis zijn en heb je weinig tijd, dan wil je snel de vis lokaliseren, heb je echt zo'n bril nodig. Het is ideaal, het kost niet heel veel geld, maar het vermakkelijkt het wel allemaal. Een aansteker. Zelf rook ik niet, maar mensen die niet roken vergeten vaak zo'n dingetje. Het is handig om even wat aan te steken. Je kampvuurtje, je eten, noem het op. Mijn brandertje is stuk, tenminste de ontsteking is stuk. Dus als ik dit ding niet had gehad, dan had ik ook weer een uitdaging gehad. Zeker een aanrader. Laatste, Labello. Het is wel fijn dat je na een halve week nog steeds kan praten zonder dat je scheuren in je mondhoek hebt. Dus sowieso een labellootje. Het is een kleine moeite om even helemaal in deze weersomstandigheden je lippen in te smeren. Mooi. Bonjour. Ik krijg ontzettend vaak de vraag hoe ik nou zo'n plasje als dit, die ik nog nooit heb gezien, aanpakken. En het antwoord daarop is vrij lastig, maar ik probeer jullie een beetje inzicht te geven hoe ik dat zou doen. Of hoe ik het meestal doe. Als ik aankom op zo'n watertje, meet ik hem vaak eerst op met Maps. Dat is gewoon een functie op Google, dan kun je zien hoeveel water je eigenlijk voor je hebt. Vervolgens deel ik het water door vieren en bekijk ik welke voordelen en nadelen elke sector heeft. Zoals ik nu een paar dagen in een ondiepe baai heb gezeten in Madrid, had ik gewoon verwacht dat daar vis zou komen met deze zon, maar is helaas niet gebeurd. De wind is gaan draaien en er kwam een koude oostenwind overheen. Vervolgens liepen stokken van Rick in het wijd af. Ik heb mijn hengels weggehaald, ik ben ook in het wijd gevist en het resulteerde al heel gauw een hele mooie vis. Dus het wil wel zeggen dat schuiven, dat zal best gaan lonen opgeven. Ik heb nog een sector achterin waar niemand nog heeft gevist deze week. Ik heb helaas nog een sector hier naast mij in het bos, wat onder water staat. Waar ik ook gevoerd heb in het begin van de week. Daar zitten nu drie locals. Dat heb je gewoon op openbare wateren. Je kan niks claimen en dat maakt ook helemaal niet uit. Iedereen moet gewoon zijn ding kunnen doen. Dus ik ben nog een beetje zoekende wat ik ga doen. Wij denken wel dat het beste is als we vannacht gesplitst gaan vissen, zodat we het meeste water bestrijken. En dat is ook een dingetje wat ik vaak aanraak als je niet tweeën bent. En het is niet los en het is moeizaam om een vis te vangen. Splits een beetje op van elkaar en ga de vis zoeken. Zodra er eentje de vis hebt gevonden, helemaal met deze watertemperaturen, ligt de vis nog vrij dicht bij elkaar. Dus kan iemand het heel gauw weer aanschuiven en dan kun je gewoon weer volop op de vis liggen. En kun je ze ook gewoon vangen. Want dat is gewoon het belangrijkste, je moet op de vis zitten. Het moeilijke van dit water is dat ik ze ook niet echt zie springen. En de jumpers die waren vlak bij de boeien. En dat was op een avond dat de hengels ook afliepen. Dus het is wel een teken als hier vis springt dat je ze goed vangt. Ik heb nog een sector achterin dat ik al vertelde die ik nog niet heb aangevoerd. Daar heb de week lang niemand eigenlijk is daar wezen vissen. En dat is voor mij interessant, dus ik zal vannacht die kant aandoen. Rick zal hier blijven en dan kijken wat het vannacht doet. En hopen op een paar mooie visjes.
Alle hengeltjes liggen in. Vier verschillende plekjes, vier nieuwe plekjes, nieuwe sector. Ik heb nog niks zien springen, dat wil niks zeggen hoor. Maar het is wel het stekje waar de zon zeg maar als laatste schijnt op het water. Dus alle hoop op zegen. We hebben onze laatste kaarten nu ingezet. Rick zit aan de overkant. Ik zit in een heel nieuw gebiedje. Niks voorgevoerd, gewoon single. Ja, single. Handje voer erbij natuurlijk. Kijk wat het doet vannacht, jongens. Lekker hoor! Even de chot opnieuw uitgegooid, zo zie je maar dat snel als die chot ook dodelijk is. Vanuit de kijkers thuis? Ja, nou, ik denk je, kijk eens, wat denk jij? Ik denk dat je... Ik denk 25. Ja, hij zit even achter. Ja man, hè. Ik had even geklapt. Hier, hij is zo uitzicht. Nou, dit was hem, de volledige aflevering on the move van onze maat Mike Tillen. Wil je de andere 8 afleveringen zien? Want er zijn inmiddels 9. Nou, check dan de KWO community. Klik op Mike Tillen op zijn account en je ziet ze zo allemaal verschijnen. Uiteraard zijn dit niet de enige films die je kunt checken op de community. We hebben natuurlijk de Pilar en Hofman films. We hebben allemaal KWO socials waarbij we gaan vissen met bekende karpervissers als Ian Tiels, Gian Angles, Mandy Supansik. Kortom, er is genoeg te beleven. Naast video kijken, films kijken, kun je natuurlijk ook allemaal artikelen lezen. We proberen iedere week 2 of 3 artikelen te plaatsen waar je en door vermaakt wordt en waar je ook nog eens een betere karpervisser van wordt. Want ja, uiteindelijk wil je natuurlijk allemaal zoveel mogelijk karpers vangen. Ben je nou nog niet overtuigd, jongens? Dan hebben we nog iets moois. Als KWO-member krijg je namelijk korting bij maar liefst 15 winkels. Dus daarmee kun je jouw membership terugvinden. Kortom, hopelijk zie ik jullie zo snel mogelijk terug op de community. En voor nu, succes met het vissen en tot ziens.